Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. De Geest leidde hem naar de woestijn van Judea, waar hij 40 dagen bleef. Daar stelde de duivel hem voortdurend op de proef. Al die tijd at Jezus niets en op het laatst kreeg hij honger. De duivel zei, als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden. Maar Jezus antwoordde, in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. De duivel nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet hem in een oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien. Kijk, zei hij, dat zal ik u allemaal geven met al hun roem en eer erbij. Want het is allemaal van mij. Ik geef het aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, krijgt u het allemaal. Jezus antwoordde, er staat in de boeken, aanbid de Heere uw God en geef niemand anders eer. Daarna nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Als u de Zoon van God bent, zei hij, spring dan naar beneden. Er staat immers in de boeken, God zal zijn engelen sturen om u te beschermen. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Jezus antwoordde, er staat ook, stel de Heere, uw God, niet op de proef. Zo probeerde de duivel op alle mogelijke manieren Jezus om te praten. Maar zonder succes. Daarom liet hij hem voorlopig met rust.